Ik ben Herman van der Zand, presentator op Radio en TV. En dit is de foto die ik gekozen heb uit de 100 foto's die door de jury zijn geselecteerd. Het is een klein meisje. Ik denk een jaar of 6, 7 misschien. Ze is gewond geraakt in de meidagen van 1945, precies 75 jaar geleden. Eigenlijk is de oorlog al voorbij, maar er wordt nog steeds gevochten. Er zijn nog steeds mensen die gewond raken, die overlijden. En dit meisje wordt dan net op het einde van de oorlog nog getroffen. Misschien door een granaat, misschien is er iets ontploft in de buurt. Hoe dan ook, ze zit er eenzaam en alleen en kijkt met een vertwijfelde blik de wereld in. Het leed is bijna geleden, maar voor haar begint het nu eigenlijk pas. Het is het lijden van ja, de gewone Nederlander eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog, dat hier in beeld wordt gebracht. En ze zit daar heel rustig en te wachten tot ze geholpen wordt. Ik kijk dan naar haar voet en ik denk, ja, we zijn 75 jaar later. Zou ze nog leven? Zou dat nog te zien zijn? Op haar voet bijvoorbeeld. Dit is voor mij de foto die er in deze collectie uitspreekt.